vaste nieuwsuitzending schakelen we nu over naar onze correspondent in Troje. Dankjewel, Hilversum. Het is inderdaad surrealistisch wat hier allemaal gebeurt. En dan heb ik het nog niet eens over de onophoudelijke salvo's en marteerde slagen, maar juist over het volkomen doorgeslagen gedrag van lokale groeperingen, die als een kat in een duide mist krankzinnige sprongen maken. Maar wat is dat? Wat doet dat vuur daar? Ik heb het vuur! Breng het vuur vol sprong naar deze tempel. Ik ben bezeten! Maar niet gek! Elke bruiloft die door morgen bezoekt wordt en waar geen blijdschap heerst, maar doodslag, bloed en verkeer, verdient mijn zegen. Eén keer terug naar Troje. Zojuist nog vertelde Ooggetuigen mijn verhaal over Astyanax, de zoon van Andromache, die van de hoogste toren van de stadsmuur schijnt te zijn gegooid. En let wel, dit een dag nadat zijn zusje Polyxena na een nepbruiloft was geofferd en in brand gestoken, met de benen op het graf van Achilles. En talloze van dit soort gruwelijke verhalen blijven maar binnen. Beide handen naar het dek. Scheur de hemel open. Verbrand de schepen. Laat de zeilen barsten.